Три полоски, ходьба в тусовке, Адидас кроссовки. Три полоски, на штанах полоски, три зачетных соски. Три полоски, мы не боимся, в углах не таимся. Три полоски, где все тусуют, под ходьба танцуют. Три полоски. Het is eindelijk zover. We gaan naar Rusland. En ik zeg u, het is geen zever. Want gisteren, once upon a lifetime deal, heb ik kunnen fixen met Lorenzo. Lorenzo, dik en zo naar u. Maar jij gaat veel geld verliezen, jongen. Jij gaat blut zijn, man. Jij gaat geen geld meer hebben. Dus, wat is er gisteren gebeurd? Ik sta hier met mijn auto, natuurlijk raar, in een trainingspak. Het is 30 graden. En ja, en ik zweet mij kapot, ja. Maar dat maakt je niet zomaar zo'n video. Want, ik was gisteren met Lorenzo op de Gentse feesten. En Lorenzo zei zo van, Jordi, jij krijgt 1 euro per volger dat je mij geeft. Lorenzo, jij gaat blut, man. Dus wat gaan we nu doen? Wij gaan Lorenzo zijn Instagram naar 2.000-3.000 volgers brengen. En ik zweer het u, als wij genoeg geld inzamelen, dan gaan we naar Polen en naar Rusland samen met Arno Rijst en gaan we daar heel dikke video's maken. Ik ga daar vlogen, ik ga daar dansvideo's maken. Ik ga daar het kot op stel te zetten, jongen. We gaan Rusland tonen wat dat leven is, jong. Godnodigje! Of niet? Ja. Dus hoe kunt jij helpen? Jij moet simpel gewoon in de beschrijving gaan en je klikt op de eerste link. En dan volg je Lorenzo, want per volger krijg ik 1 euro. En ik zal jou wel verklappen. We zijn begonnen sinds 1 uur 's nachts. Heb ik een filmpje geüpload op mijn Instagram. Mijn Instagram staat ook in de beschrijving. En Lorenzo is van 744 naar 1029 gegaan in de nacht. Dus we hebben al minstens 250 euro binnen om naar Rusland en naar Polen te gaan. Hoe ziek is dat niet, jong? Dat is fantastisch! Dat is niet normaal! En de nafte? De nafte? Nee, dat is het. Dat, is ja, maar dat wordt ook betaald, man. Arno, als wij 2000 euro binnen halen, dan kunnen we samen naar Polen en naar Rusland. Ik heb ooit gezegd in mijn reageervideo's op Rusland dat ik sponsors zocht om naar Rusland en naar Polen te gaan. En wel, nu is het eindelijk het moment. Want Lorenzo is zo gek genoeg geweest om te zeggen, Jordi, je krijgt 1 euro per volger. Ik kan wel niet beloven dat we naar Rusland gaan met de Jordanmobiel. Maar misschien naar Polen dat we met de Jordanmobiel gaan. Volg Lorenzo op Instagram. Zijn link staat in de beschrijving. Klik daarop en volg hem, godnondertje, op Instagram. Want Lorenzo moet 2.000 of 3.000 volgers aan. Dan hebben we genoeg geld om naar Polen en naar Rusland te gaan. Ik zweer u dat, wij gaan Polen en Rusland tonen wat dat leven is, jongens. Ja, als het nog niet duidelijk is, moet je dus 1 ding doen. Concentreer je even, zet je even op je gemak, zet je even in je zetel en kijk even naar mijn video. Realiseer u 1 euro voor 1 volger. Dat wil dus zeggen, als we 2000 volgers aan Lorenzo geven, dat we 2000 euro krijgen om een topreis naar Rusland te maken en naar Polen. Weet je al wat dat is? Dat zijn super slof video's in Polen en in Rusland, man. Dat ik daar zo ga rondlopen. Maar de grote kans is eigenlijk dat ik klop ga krijgen. En Arno ook. Dus volg hem alstublieft op Instagram. Lorenzo betaalt 1 euro per een volger. We hadden toch zo zitten, betalen 2 euro. Arno biedt 2 euro voor 1 volger. Gehandeld. Nee, het is gewaar. Arno heeft maar grapje gemaakt. Ik heb geen geld. Ik heb dat allemaal niet. Ik ga jullie nu laten, want ik ga dat pakje zo snel mogelijk uittrekken. Want het is echt letterlijk 30 graden. En dat is niet gezond om daarin in rond te leven, snap je? Dus alstublieft, volg Lorenzo! Ja, allee, ciao hé. Gasten, ik ben nu naar Rusland te voet. Tot de volgende, ciao hé. Dat is toch lastig, zijn man, als we afzien. 1 euro! 1 euro voor 1 volger! Ik ben nu naar Rusland, het is 15.000 kilometer lopen. Tot binnen 2 jaar, gasten. Volg Lorenzo! Volg hem! Ik zweer het u, volg hem! 1 euro per volger! Ja, nee, ik ga stoppen. Het is veel te lastig. Het is goed. Kut!